Ja, beste mensen, het is weer 3 uur en tof dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Voordat ik een beetje brak uitzie, dat klopt ook wel. Ik heb net weer lopen braken, maar dat is, ja, ik weet niet, dus mengelmoes van weinig slaap, van stress en weinig rust. Ja, dus het is moeilijk om het maar zo te zeggen, vloggen, werk, privé en dingen doen. Dat is een beetje zo, waar je moet er echt nog steeds een... Ja, een goed ritme voor je vinden, want ik zie er echt bleek uit. Dat kan wel, dat zie ik ook aan mezelf. Ik heb, het is nu al eigenlijk al 1:05, over 55 minuten moet ik alweer van doen. Over 55 minuten moet ik alweer van doen. En zo, het is echt lastig opeens om de camera zo vast te houden. want ik heb... Vanochtend heb ik goed mijn nieuw contract gekeken. En ik heb dus een contracturen van 24 vaste uren. Dus dan ben ik in één week misschien 20, dan weer 30. Maar dat je op jaarbasis dan 24 uur contract hebt. Om zeg maar rond te komen. Want YouTube... van het geld wat ik tot nu toe heb verdiend zou ik wel 2 broden kunnen kopen. Maar ja, meer is het ook niet. Dus kijk, het is in ieder geval wat top dat ik al wat aan verdien. Maar... ik neem jullie gewoon mee voor deze dag, dus ik zie je zo weer. Ik ga nu weer naar mijn werk toe, om daar hebben we een bespreking van 3 tot 4:30. Het is net 1:01. En ik ga dus dat doen. Doei! Nou, het is niet echt bepaald mijn dag vandaag, beste mensen. Ik ben een stonzagrijder nu. En letterlijk en figuurlijk per ongeluk deze camera laten... Oh, ik haat het zo erg. Oh. Nou, dat dacht ik al. Zo. Is het weer beter? Ja, het is iets beter. Nou ja, het punt is, mijn computer is kapot. En dat komt doordat ik een splitter heb gekocht die normaal gewoon zou moeten werken. Ik kan niet. Ja, sorry, ik ga hier gewoon mijn woede uit. Deze splitter die zou dus moeten werken, wat dus hierin zit. Maar daarmee is dus de HDMI-poort dus kapot gegaan. En ik kan er echt zo stronsagrijn van worden. Zoals jullie kunnen zien, het beeld dat blijft. Het blijft maar knipperen. En dat is niet echt hoe het zeg maar hoort. Sorry. Maar ik ga dus nu zo die splitter ga ik dus zo naar de Albert Heijn toe brengen. Ik ga zo nog even naar de zee toe, want ik moet echt plassen. En dan moeten we echt goed gaan onderhandelen, want ik kan hier zo slecht tegen. Ik heb dus echt legit, misschien heb ik dat wel niet gezegd. Ik heb in totaal met alles bij elkaar €2200 betaald. En dan gaat door zo'n splitter, gaat dus alles kapot. Ja, sorry, ik kan er heel slecht tegen, beste mensen. Ja, sorry, ik heb al van tevoren gezegd dat ik dus een beetje geïrriteerd kan overkomen. Dus waarschijnlijk zou dus de vlogs, ik heb ook geen zin in om het op mijn mobiel te gaan editen. Want ik heb daarvoor zou mijn PC daarvoor aangeschaft. Dus de vlogs die lopen helaas wel wat achter. Nu helaas, buiten mijn macht om. Ik maak uiteraard wel dagelijks gewoon de vlogs. Dat komt sowieso goed. Dus ik haal het zeg maar alles een beetje in. Dus deze vlog is helaas niet online op 29 maart. Oh, daar kan hij zo slecht op tegen. Want dat betekent ook dat ik nu minder inkomsten krijg door YouTube. Alles ligt gewoon dood en doodstil. Maar ja, daar hebben jullie niks aan, want jullie zien het helaas pas wat later. Oh, wat is het irritant om dit zo nu te vermelden eigenlijk. Maar in ieder geval, als deze vlog al online is, is ja, alles al geregeld. Maar ik ga het dus ook zo, met een hele stemje overslag, omdat ik doodmoe ben. Echt doodmoe en doodmoeder zijn. Dan ga ik ook voor 12:00 leg ik gewoon lekker in mijn nest. Dat ga ik ook gewoon proberen. Nee, maar ik heb hier echt helemaal geen woorden voor.
echt, en ik heb ook een recensie geschreven. Iedereen vindt dat het product gewoon ruk. Ja, dat bedrijf moet, en dan moet eigenlijk een schadevergoeding betalen. Ja, het kan gewoon niet anders. Door hun product is mijn product kapot gegaan. En dan zijn hun weer verantwoordelijk voor. Dus, ik ga even daar naartoe. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ben weer iets rustiger dan dat ik in het vorige clipje was. En ik zat me toch nog te bedenken van... Nou weet je, ik kan alsnog de vlogs uploaden, want dan bewerk ik het via mijn telefoon. Ja, wat erin gaat moet er ook weer uit. Dus dat kan nog hoop bieden. En bol.com die doet nog best wel makkelijk erover. Maar dat komt omdat ik alle dingen heb ik maar heel kort. Dus het is sowieso heel naar dat alles direct in één keer kapot gaat. Maar om mezelf een klein beetje te verwennen. Oh, yes. Heb ik chocola, de koekjes gehaald. Brood moest ik sowieso hebben. Want kijk maar, ik heb geen brood meer. Dus dat was sowieso noodzakelijk. En dan heb ik... Ja, sorry. 2 liter ijs. Ik ga dit niet allemaal opmaken vandaag. Dat zeker niet. Zeker een deel daarvan. En dan ga ik ook dat allemaal even opruimen. En dan ga ik lekker tv kijken en even proberen te genieten van mijn avond. Ja, beste mensen. Er komt een einde aan deze vlog. Het is niet zo'n hele lange vlog. Maar ik heb ook in goed contact opgenomen met de splitter die ik had aangeschaft. En ik gaf die man of vrouw wel gelijk in. Want ik dacht dat iedere HDMI-poort hetzelfde was, maar nee, dat stikje is alleen voor HDMI 2.0. Ik heb blijkbaar de eerste generatie. Dus ik heb contact opgenomen met een computer waar ik hem heb aangeschaft of ze iets mee kunnen doen. Want anders, want ik heb hem nu nog maar 4 dagen. Dus misschien kan er wel licht zo van iets met een fabrieksgarantie of... Of iets dergelijks, want het is niets. Kijk, als dit na 2 jaar was gebeurd, dan had ik ook gezegd: boeien, weet je, fuck it, dan koop ik een nieuwe. Maar dit is, weet je, de eerste computer die ik zelf aanschaf. Maar dat komt vast wel goed. Ik ga morgenochtend, voor mij geziende, ga ik deze vlog editen op mijn telefoon. Het moet maar helemaal elke dag, volgens elke dag een vlog. Ook al was ik deze vlog best wel zo gedaan. Maar ik wil jullie alsnog heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ook als het wat rommeliger dan normaal. Vergeet niet een dikke duim op te zetten. Vergeet niet mijn kanaal te abonneren hier beneden. En dan zie ik jou morgenmiddag om 3 uur middag gewoon weer terug bij een nieuwe vlog. En we zeggen zoals altijd. Laters.